Marionetlijnen wordt de lijnen die deze en deze, het zijn de lijnen die van de mondhoek naar de kin lopen. Wat het probleem daarvan is, is dat mensen daardoor er wat ouder uitzien. En je ziet meestal als vrouw rond de 50, dan komen en bij mij op spreekuur komen, is dat hetgene waar ze zich het meeste aan ergeren. Oké. Nou, het is op zich goed te behandelen, maar het is een moeilijk behandelgebeuren, omdat het eigenlijk een resultante komt niet alleen doordat hier volumeverlies ontstaat, maar doordat alles een beetje gaat zakken. Dus als mensen zeggen van ja, ik wil alleen maar dit behandeld worden, dan is dat best lastig om uit te leggen, dus dat je dan ook soms hier moet behandelen. Nou, dat is over het algemeen, zeker als het beginnend is, niet nodig. En als mensen begrijpen dus dat het niet helemaal zo strak is, strak hoeft, dan kan je prima hier als eerste gewoon een hele subtiele verandering, of subtiel, gewoon een goede verandering inzetten. Maar je moet wel realiseren dus dat daar een grens aan zit. En dat is iets wat je weer moet bespreken. Nou, de verwachtingen zijn dus dat wat je moet verwachten is dat een duidelijke verbetering in één keer, bij directe inspuiting. Maar als je echt het helemaal strak wil hebben, dan moeten we met andere, en dat noemen we liquid facelift technieken, moeten we gaan werken. En dan is het, en als dat nog niet gaat, dan zullen we ook een beetje het vet wat hier zit een klein beetje moeten verminderen. Desondanks kan het soms zijn dus dat het niet helemaal weggaat, maar wel een zeer duidelijke verbetering.